Patrick Zonneveld, keeper van IJsselmeervogels. Die wedstrijd leeft hij wel een beetje, geloof ik, hè? Als ik dat zo een beetje door het dorp loop. Ja, dat leeft hij zeker. Ja, vooral die wedstrijd wordt al heel lang naartoe geleefd. En we hebben er allemaal zin in, het hele dorp en wij zelf ook. Iedereen denkt wel dat jij druk krijgt. Ja, dat is wel, zou je wel verwachten natuurlijk. En ik denk het ook wel, maar we zien het wel. We hebben ook kunnen stunten tegen Helmond en tegen Emmen. Dus wie weet. Ja, met oude 20 ook al wat ervaringen. Ja, klopt, klopt. Toen miste ik helaas het mooiste potje. Dan blessure. En ik ben blij dat ik nu fit ben. Hartstikke fit. Ik sprak ook wat met van die oud-gedienden. Die lopen altijd hier langs. Die zei, die Zonneveld is de beste keeper in jaren voor IJsselmeervogels. Hoe vind je dat? Als toch mensen die hier eigenlijk altijd rondlopen dat zeggen. Ja, dat is heel mooi om te horen natuurlijk. En ja, ik doe ook mijn dingen en ik doe mijn best. En ik wil zo best mogelijk presteren. En op dit moment gaat het goed. Met het team gaat het goed. En ik wil het alleen vasthouden. Ja, tegen Ajax. Neem ons eens mee in die wedstrijd. Wat denk je? Wat zal er anders dan anders zijn? Ja, het leeft gewoon heel erg. Het wordt één groot gekhuis hier. En ja, je speelt tegen de kampioen van Nederland. Ja, meer hoef je niet te zeggen, denk ik. Je weet echt niet welke kant op gaat. En we gaan onze huid gewoon duur verkopen. En we zien hoe wat schip strandt. Ajax moet de uitshirts wel meenemen. Sorry? Ajax moet de uitshirts wel meenemen. Ja, inderdaad. Anders speelt het nog wel een verkeerde kleur. Hè? Verkeerde shirtjes. Dus ja, nee, dat komt helemaal goed, denk ik. Even over jezelf. Je speelt onder Gert Kruijs nu, hè, bovenaan in de topklasse. Je speelt nu tegen Ajax. Nou, geen spijt van je overstap, neem ik aan. Nee, absoluut niet. Ik had voor mijn gevoel dat ik had even een andere omgeving nodig. En ik vond ook een stapje omhoog, IJsselmeervogels, absoluut. En ik denk, het is een ideale stap voor mij. En, het bevalt op dit moment prima. Ik heb het echt prima naar mijn zin. Een goede groep, mooie club. En het gaat hartstikke goed. En wat denk je, als je hier een beetje goed keept, zit er dan nog een keer betaald voetbal in? Ja, ik sluit het nooit uit, maar ik moet het eerst laten zien natuurlijk. En dan zie ik wel verder over als er eventueel interesse is van andere clubs. En ik doe mijn best. Eerst maar eens een paar eruit halen tegen Ajax. Ja, inderdaad. Als ik een goede wedstrijd keep, dan kan ik weer verder kijken natuurlijk. Maar niet ben je tevreden? Ja, dat weet ik niet. Het ligt aan het spelverloop, maar ik hoop niet dat ik meer dan 5 moet vissen. Dan ben ik niet tevreden als het over de 5 wordt. Nee. Kijk. Ik weet natuurlijk hoe de wedstrijd gaat lopen. Misschien spelen we hartstikke goed. Misschien komen we 1-0 voor. Ja, dan kan het heel, heel gek worden. En we zien het allemaal wel. Die mannetjes hier, die zeiden de eerste 20 minuten moet je doorkomen. Als je daar geen tegendoelpunt hebt, wordt het leuk. Ja, dat denk ik ook. Kijk, Ajax, ik denk dat ze, met alle respect voor Ajax, die zijn niet echt gemotiveerd om tegen ons te voetballen, denk ik. Ze mogen hier op een mooie plastic kunstgatveld trainen, spelen. Dus ze zijn ook niet blij mee, denk ik. Hopen dat het een beetje waait. Misschien regen. Dus dan zit het allemaal in ons voordeel. Even plaatsjes is zo'n Ajax-speler, die stapt dan in de bus en daar bij de arena, dan rijdt hij daar heen af en dan ziet hij Bunschoten Spakenburg, gaat hij af en rijdt hij daar zo, weet je, door het hele dorp, dan zie je daar vaak van die lichtmasten. Wat zullen ze dan denken? Ja, kijk, zulke wedstrijden moet je altijd spelen als Ajax zijn in de beker en ik denk dat je tegen een amateurclub heb je nog een van de mooiste complexen hebben wij in ieder geval. En ja, kijk, ze spelen liever in een mooi stadion, dat is duidelijk, maar ja, ik vind het niet, absoluut niet lelijk hier. Het wordt wel een leuk sfeertje. En hopen dat ze onder de druk bezwijken, hè, laat ik het zo zeggen. Ja, stiekem een goaltje meepakken. Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Dan kan het gek lopen.